Ik ben Aris Meijling. Ik ben eigenaar-directeur van Meijling Transport uit Blokker. Meijling Transport hebben we opgericht in 1993. Afgelopen januari dit jaar bestonden wij 25 jaar. Het is een echt familiebedrijf, ja. Mijn dochter is mijn rechterhand, die zit op de planning. Op administratie, ze rijdt zelf ook nog mee af en toe. En ik heb nog twee zoons, die rijden ook bij ons. Onze hoofdmotor zijn levensmiddelen, ook naar de supermarkten toe, naar de distributiecentra's toe. En we doen ook nog groente en fruit, bloemen en planten naar Rungis Parijs toe. Inmiddels hebben we nu 12 vrachtwagens en binnenkort komt er nog één vrachtwagen bij. Dus in totaal zitten wij op 13 vrachtwagens. De binnenlandauto's zitten rond de 150.000 kilometer. En de buitenlandse vrachtwagens die zitten tussen de 160 en de 200.000 kilometer. Van huis uit hebben we al de Scania gereden. Ik vind het een grandioos merk. Ik voel me eigen er prettig bij. Dus ja, koop dan maar waar jij het allerbeste bij voelt. Ook voor je chauffeurs. En ik vind het gewoon een grandioze auto. Ook qua onderhoud. Ook qua verbruik. Dieselolieverbruik. Heel gunstig. Het zijn gewoon heel fantastische goede auto's. We hebben alles in onderhoudscontracten zitten. We weten precies wat we moeten betalen per kilometer. En het is gewoon makkelijk. Ja, de nieuwe Next Generation Scania hebben we dan gekocht. Waarom? Ja, het is een fantastisch mooie auto. Ik heb een introductie gehad in Zweden. Mochten we testrijden met het nieuwe model. En ik vond hem zo fantastisch. Een hele andere auto. Het begint al met de deur open te maken en dicht te doen. En het brandstofverbruik, ja, dat is gewoon heel goed. Wij krijgen van Scania weekoverzichten, maandoverzichten en jaaroverzichten. We kunnen duidelijk zien dat de nieuwe Scania zuiniger is dan de andere die we nu tot nu toe hebben gehad. Want we hebben er toch uit zitten te rekenen. Het scheelt mij toch bijna 7000 euro per jaar. Wat de nieuwe Scania goedkoper is dan de oude Scania qua verbruik.